gaat het verhaal? Ja. Ja. Wat zien we eigenlijk allemaal? Een geitje. Een geitje? En morgen mag die uit? Dank je wel. Dat was mijn assistente morgen. Ik ben helemaal blij met haar. Waanzinnig. Nee, we hebben er een geitje bij. Zo heet het boekje. Kijk. Het boekje. We hebben er een geitje bij. Ik weet hoe die gaat. Weet jij al hoe die gaat? Ja. Niet verklappen dan, hè? Heb je het vanmorgen al gehoord bij het ontbijt? Ja. Oh, tof. Is het een mooi verhaal? Ja. Oké. Weet je ook nog hoe dat jongetje heet? Ik ben weer vergeten. Heet weer, is het een jongetje of is het een meisje? Het is een jongen. Het is een jongen. Oké, het is een jongen. Mick gaat er voor het eerst naartoe. Bij het hek ziet hij een koe. En wat zien we nog meer? Een kinderboerderij. De kinderboerderij. Wat hebben we allemaal op een kinderboerderij? Dieren. Dieren. Wat voor dieren? Een paard. Een paard. Geiten. Geitjes. En schaapjes. En varkens. En varkens. Ja. En varkens. Vind je het een leuke boerderij? Ja. Ja, ik eigenlijk ook wel. Boe, zegt de koe. Ik ben zo blij. Want we hebben er een geitje bij. We hebben er een geitje bij. Dat is gezellig. Daarna komt hij langs het paard. Het oude paard zegt heel bedaard. Hiii! Het wordt hier druk in de wei. We hebben er een geitje bij. Ik vind het wel een heel mooi paard. Maar het is wel een oude. Is dat erg? Ja. Of is dat erg? Ook, heb je liever een jong paard? Ja. Oké. Maar deze staat wel heel rustig. Ja, dat dan weer wel. Naast het klimrek en de wip loopt een bruine scharrelkip. Scharrelkip, ja. Een scharrelkip. En wat loopt er nog meer in de zandbak? Kuikentjes. Kuikentjes, ja. Vlak bij de stal waar Mick moet zijn, staat het hok. Van de konijn. Van het konijn. Ja. Hij straalt van oor tot oor. Hij straalt van oor tot oor. Ja, je zou bijna zeggen dat je het al kende. Het konijn zegt weinig hoor. Maar hij straalt van oor tot oor. Kan jij ook stralen van oor tot oor? Nee. Nee? Echt niet? Wedde ik het aan mama vraagt dat die weet hoe jij straalt van oor tot oor? Maar wat doen konijntjes eigenlijk? Wat voor geluid maken die? Maken konijntjes geluid? Nee, ja. Konijntjes doen alleen maar snuf, snuf, snuf. Meer niet, hè? Nee. Naast de boer, die staat te harken, liggen een biggetje en een varken. Maar volgens mij maakt het varkentje wel geluid. Wat doet het varken? Een biggetje zit uit zijn gezicht in modder. Ja, lekker. Weet jij wat varkentje voor geluid maakt? Nee? Knor, zul jij gezellen bij? We hebben er een geitje bij. Een geitje bij. Jawel. Kijk ze lekker in de modder liggen rollen. En volgens mij stralen die ook van oor tot oor. Zie je dat? Ze doen jullie dat allemaal. Ja, want ze zijn zo blij. Ze hebben een geitje bij. Ach, zegt de boer, dat weet Mick al. Kom, dan gaan wij naar het stal.
dan gaan ze allemaal in een lange optocht. Zie je dat? Alle dieren. En wat hadden we ook alweer? Een geitje bij. En een geit. En wat loopt er nog meer? Een konijn. Een konijn. En wat zat er in de modder? Varken. Varkens. Ben ik nog wat vergeten? Het paard. Het paard. Hebben we dan alle dieren gehad? Nee. Nee? De koe. De koe. Oh. Alle dieren lopen mee. Mee, zegt moeder geit tevreden. Zien jullie moeder geit? Waar zit ze dan? Daar. Vertel eens. Ik zie ze daar ook. Daar bij de deur. Bij de deur. En hoe heet dat huisje waarin het ligt? Waarin ze liggen? Stal. De stal. De stal. Het kleine geitje ligt in het hooi. Wat is hij mooi. Is het een mooi geitje? Ja. Ja, hè? Hey jongens, dankjewel dat jullie er geweest zijn. Ik vond het erg leuk dat jullie er waren. Vonden jullie het ook leuk? Ja. Zullen wij jou morgen vragen of ze jullie een ballon wil geven? Als jullie dat willen. Ja. Ja. Op de kinderboerderij hebben ze er een geitje bij. Geitje bij, geitje bij, we hebben er een geitje bij. Nick gaat er voor het eerst naar.